Ik was 19 toen ik begon en nu, ja, inmiddels 14 jaar en 2 bedrijven verder, heb ik mogen ervaren wat het effect is van bloggen. En zeker wanneer je dat op een gestructureerde en slimme manier doet. Kijk maar eens naar dit voorbeeld en zie hoe de website gegroeid is in het organisch verkeer. En inmiddels op dit moment ja, ruim 70.000 sessies per maand krijgt. En alleen maar omdat er slim is geblogd. Wil je structureel groeien via bloggen, dan heb je de juiste blogonderwerpen nodig. Je hebt onderwerpen nodig waar niet alleen enorm vaak op gezocht wordt, maar waar je meteen een bepaalde doelgroep op je website krijgt, die dus ook een bepaald product of dienst willen kopen. Er is maar één manier om echt structureel en succesvol te groeien, is wanneer je ja, de artikelen en de blog schrijft op de juiste onderwerpen. Nou, en hoe je dat doet, dat leer je dus allemaal in deze woensdag gemakdag aflevering, waarbij ik je dus in 4 stappen help tot de beste blogonderwerpen. Eerste vraag die je zelf stelt is: wie koopt mijn product of dienst? En wie koopt is dan degene die als eerste de telefoon oppakt. Dus ook al betaalt bijvoorbeeld de directeur of de eigenaar van het bedrijf, wie is degene die als eerste jou belt? Diegene bepaalt op waar erop gezocht wordt. Diegene bepaalt ook voor jou het blogonderwerp. Dus stel je bent schilder, wie koopt dan jouw product? Dat kan een ouder zijn, dus stel de kinderen gaan uit huis en ze willen hun kind verrassen. Het kan het kind zelf zijn die voldoende budget heeft en eigenlijk geen zin heeft om zelf te schilderen. Het kan een vakantiepark zijn die alle vakantiehuizen weer een nieuw likje verf wil geven. En zo zijn er verschillende personen die uiteindelijk jouw dienst of product afnemen. Denk na wie jouw product koopt. En ja, dat kunnen meerdere mensen zijn. Schrijf die eens allemaal op. Schrijf eens alle potentiële kopers op. Want die heb je nodig voor stap 2. Stap 2 in het proces is achterhalen in welke situatie zitten jouw klanten. In welke situatie zitten jouw klanten voordat zij behoefte krijgen aan het resultaat dat jouw product of dienst biedt. Stel dat ik in een situatie zit, tenminste dat kan, dat ik mijn huis wil verkopen. Ik wil dat alles weer geschilderd wordt, omdat ik dan ervan uitga dat ik meer voor mijn huis krijg. Ik kan in de situatie zitten dat ik net een nieuw bedrijfspand gekocht heb. En ja, ik wil wel de juiste klantbeleving geven aan mijn klanten, dus alles moet gewoon professioneel geschilderd worden. Denk na in welke situatie men zit voordat zij jouw product of dienst kopen. Heb je dus achterhaald wie koopt en in welke situatie zij zitten, dan heb je nog maar 2 stappen te gaan. En ik beloof je dat aan het einde van deze video, dat je ook zult zien van, hey, als je alleen maar die simpele 4 stappen zet, dat je dan ook blogonderwerpen tegenkomt waarvan je zeker weet, hier wordt op gezocht. En dit geeft mij de juiste bezoekers om dus uiteindelijk ook van bezoekers klanten te maken. Bij stap 3 denk je na, hoe helpt jouw product of dienst? Dus je weet al wie het koopt, je weet in welke situaties ze zitten. En nu bepaal je, hoe helpt jouw product? Hoe helpt jouw product diegene die zijn huis wil verkopen met, hoe helpt dat jouw product dan of dienst? Ja, dat kan helpen door een hogere verkoopwaarde te realiseren. Of meer bezichtigingen. Want als er meer kijkers zijn, ja, dan gaan ze misschien tegen elkaar opbieden. Het kan helpen professioneler over te komen bij mijn klanten als mijn bedrijfspand goed geschilderd is. Je ziet al dat er in principe, je hebt nog steeds dezelfde dienst, het schilderwerk. En ik heb nu al in 1 minuut heb ik al 2 verschillende kanten van hetzelfde dienst belicht. Dus denk dan na, hoe helpt jouw product? Ik ben uiteindelijk niet op zoek naar jouw product of dienst, maar ik ben op zoek naar een bepaald resultaat dat jouw product of dienst biedt. En dat resultaat waarnaar ik op zoek ben, dat is per situatie, per persoon is dat verschillend. En jou de schone taak om dat dus te achterhalen. Dus stap 1, wie koopt? In welke situatie zitten ze en hoe helpt jouw product of dienst? In stap 4 achterhaal je wat er gebeurt wanneer iemand dus niet koopt. Wat moet iemand zelf doen? Wat moet ik zelf doen als ik geen schilder inhuur? Wat moet ik zelf doen als ik jouw product niet koop? Wat voor gevolg heeft dat dan? Duurt het voor mij langer? Wordt het lastiger? Is het frustrerender? Is het uiteindelijk op een lange termijn duurder? Denk eens na dus welke gevolgen dat heeft. Stel dat, nou, bijvoorbeeld voor Webnemen, dat is een programma waarbij je heel gemakkelijk je website aanpast.
Er zijn mensen, gek genoeg, die beslissen om dat programma niet te kopen. Nou, wat heeft dat voor gevolgen? In onze ogen heeft het voor gevolgen dat je dus continu je webdesigner moet bellen en maar uitleggen en maar hopen dat hij het begrijpt en de juiste aanpassingen nog zo snel mogelijk doorvoert. Je moet elke keer kosten maken, je wordt tegengehouden door de techniek, terwijl dat allemaal niet meer nodig is. Ik kan dus, als ik dat weet, dat mijn product of ons product dat oplost, kan ik daar natuurlijk een perfect blogonderwerp over maken. Alle stappen tezamen, dus wie koopt jouw product of dienst, in welke situatie zitten ze, wat gebeurt er, hoe helpt jouw dienst of product en wat gebeurt er als iemand niet koopt, dat allemaal samen kan dus jouw blogonderwerpen bepalen. Wat zijn dan de blogonderwerpen? Zorg dat je alle stappen hebt doorlopen en denk dan eens na van oké, waar kan ik iets over schrijven? Voor die schilder, hoe verwerk je je huisstijl kleuren in de kleuren voor je bedrijfspand? Hartstikke leuk blogonderwerp, je zal het vast goed doen op LinkedIn. Hoe kan je beter afplakken en voorkom je druipers? Hoe een juiste schilderbeurt met de juiste type kleuren de verkoopwaarde van jouw woning laat stijgen? Denk dus na dus dat je niet meer op zoek bent naar een bepaald product of dienst, maar vooral naar het resultaat dat jouw product of dienst biedt. Als jij ook nog eens weet wat er gebeurt als iemand het zelf moet doen en daar schrijf je op, hoe je in één klap de techniek uit je website haalt. Hoe je ruim 4,5 uur per maand bespaart met X-methode. Hoe Pietje in 4 stappen zoveel omzet haalde. Dus denk na. Wie koopt je product? Richt daar je blog op. In welke situatie zitten ze voordat zij je product of dienst kopen? Denk na wat jouw toegevoegde waarde is. Dus wat is de toegevoegde waarde van je product en dienst? En wat er dus gebeurt als men dus niet koopt? Schrijf daar zoveel mogelijk blogonderwerpen over op. Kom je er niet helemaal uit? Laat je reactie achter. Geef aan tot hoever je bent gekomen. Dus geef dus ook alvast wat blogonderwerpen. En laten we dan samen ook kijken hoe wij tot betere blogonderwerpen voor jou komen. Laat dus een reactie achter en ik zal je helpen. Heb je vragen en opmerkingen? Laat eens wat van je horen. En dan zie ik je volgende week bij de volgende aflevering.